Dan gaan we naar Den Haag. Goedemorgen, het is zondagochtend. We zijn weer een beetje bijgekomen. En we gaan een cadeautje maken. We hebben daar een verjaardag. Nou, ik vind als een kind... Van Storm. Acht, ja. En als mij is het zus. Ja. Maar als een kindje van 8 centjes wil voor zijn verjaardag, vind ik het altijd een beetje saai. Dus we hebben heel erg leuk een spaarpotje. En daar doen we dan het geld in. Dus dan kunnen we dat een beetje leuk inpakken. Zeg maar alle muntjes erin doen. En ik wil het cadeautje voor Storm gaan maken. En dat zult jullie wel gaan zien. Zodat je het jullie heel even zien. Ik denk dat je hem andersom moet doen, dat hij anders niet gaat, schat. Eerst de lange kantjes, dan kan je de korte kantjes bij elkaar. Dit doet zo, kijk. Zo ja. Nee. Nee. En dan hou je heel veel open. Nee. Zou ik nog een tekening maken voor Storm? Dat vind ik een heel goed idee. Een verjaardagstaart bijvoorbeeld. Dat vind ik. Een tafel met een verjaardagstaart. Kan je dat tekenen? Dat kan ik. Dat vind ik heel leuk. En kan jij nog even een beetje helpen met de taart alleen? Nou, dat kan jij. Aangekleed en opgemaakt. Mijn haar laat ik even in de auto zo. Dan kan ik krul goed drogen. Wel wat make-up vast op mijn gezicht. Ik heb deze jurk aan. Die is van Friends Connection. Het oogt een beetje raar op de camera op de een of andere manier. Het zal vanuit de hoek zijn. En deze sandalen van United Nudes. Oh ja, en ik heb mijn Michael Kors tas. Die nieuwe. Die heb ik ook bij me. Daar gaat mijn camera nu nog in. Dan gaan we naar Den Haag. En zij heeft heel veel plakband. Oh nee, dat was bij die van Jasmijn. Gaan we doen dit. Kijk eens hier. Even wachten dan, hè. Voorzichtig, want het kan breken. Ja, leuk hè. Geef die maar. Moet wel voorzichtig, als die valt is het kapot. Ja, en er zit een soepje aan het filmen. Ja. Er zit een soepje voor jou en een voor jezelf. Mama gaat Maak maar open. En ze had een snoepje voor jou en voor Jasmijn, want ze wist niet waar ze hem voor Jasmijn anders op moest plakken. Een spaarpot! En er zit geld in! En er zit ook zelf geld in! Dat is leuk! Lekker schatje, speciaal voor jou. Wil je het vloggen? Ik wil zelf een Storm. Hallo! En wat op Storm nog? En een van Natasja. Hallo! Welkom op de verjaardag van Storm. We hebben lekker Chinees. En sta je eindelijk na al die tijd op de vlog. Oh my god. Doei! Mijn bezet houden. Ik heb geparkeerd. Hoi Storm. Hi. Onderweg naar huis. Ik zit alleen in de auto. Marco die moest voor verwerken in de buurt zijn en die is
Zelf zijn we naar een verjaardag gereden, dus Sarah vond het leuk om met papa mee te rijden. Sorry. En ik vond het wel echt heel gezellig. En al zo lang mijn vriend met Irene, echt al 16 jaar. Maar ja, we wonen een stukje van elkaar af en met kinderen is dat soms lastig om elkaar dan vaak te zien. Dus daarom proberen we als we ook wel vaak dan even mee te eten en wat langer te blijven. Dan heb je toch even wat meer kans om te kletsen. En nu maar even tegen jullie aan het aanpraten, want ik zit alleen in de auto en ondanks de muziek vind ik dat altijd wel zo stil. En grappig, ik zet al mijn navigatie aan. Maar ook als je files hebt of wegwerkzaamheden, dan leidt hij eromheen. Maar deze, de A4, nieuwe A4 die er al een paar jaar is, mijn navigatie herkent hem nog steeds niet. Dus die zegt altijd dat ik door het gras heen rijd. Echt te grappig. Eindelijk weer thuis, Sarah ligt op bed. Dus het wordt nu echt tijd om even te editen. Met het lekkere weer heb ik echt veel te weinig gedaan. Dus nu maar even tijd om in te halen. De vlog staat te renderen. Dus ik ga weer eten maken. En ik denk dat ik wel even fruit ga pakken. Maar ik weet, er is niet zo heel veel meer. We hebben het van het weekend zo vergeten. Even kijken wat ik ga maken vandaag. Ik heb lekker wilde persik met aardbeidjes. Ik probeer nu wel echt op te letten dat ik wat gezonder snack. Want ik werd echt... Ja, ik werd steeds zwaarder. Ik zeg niet dat ik dik ben, maar... ik moest niet zo doorgaan. En het lijkt mega donker, maar ik heb de lamellen dicht. Omdat die felle zon elke keer naar binnen gaat en dan zie ik niks. En het zonnescherm staat uit, maar het is echt gewoon daglicht buiten. Het is ondertussen weer laat en ik ben weer helemaal lekker gestoken. Maar ik ga slapen. Bedankt voor het kijken. Duimpjes en abonneren wordt gewaardeerd. Tot morgen.